Maandag moest ik meetrainen met een groep. En ja, je weet dat woensdag een bekerwedstrijd is. Dus nou ja, goed, je houdt het misschien. Ik houd nergens rekening mee, maar je weet dat het eventueel zou kunnen. En toen dinsdag, toen maandag na de training, toen zei de trainer van morgen melden bij één en je zit in principe bij de selectie. Dus dat maakt je wel heel trots. Dus even mijn ouders gebeld. En, nou, mijn moeder nam niet op, maar verder mijn ouders gebeld. Erg blij, ja. Heel leuk. Dan zie je de opstelling, dan sta je niet in de basis, maar dan mag je op een gegeven moment warm lopen. Ja, klopt. Eerst had Richetti had last, dus toen moest ik even in de 25e minuut even warm lopen. En daarna in de 50e minuut met Frenkie, gelukkig met z'n tweeën, ik kon af en toe nog even praten. En toen, op een gegeven moment had ik het gevoel dat we in de 70e minuut dat we wel mochten, erin mochten komen. Dus ja, de 20 minuten is warm gelopen, maar dat was geen probleem. Kom je erin, kippenvel moment? Nou, toch wel met een glimlach uit het veld op. Ik bedoel, het is mijn 10e jaar volgens mij in de jeugdopleiding. En het is toch iets dat je hebt bereikt in je leven. Dat ik gewoon mag zeggen dat ik in Ajax 1 heb gespeeld. Dus maakt je erg trots. En dan sta je met jongens op het veld waarmee je gewoon heel veel gedaan hebt de afgelopen jaren. Ja, klopt. Dat is hartstikke leuk. Ik bedoel, ik kwam het veld in voor Matthijs. Dat is een hele goede vriend van me. En ik speel heel lang samen met hem. En ja, goed. Ik bedoel, noem ze maar op wie op het veld staan. Dan spelen we dit jaar mee en de afgelopen jaren. En ja, dan denk je toch van, het is wel een mooi groepje dat nu op het veld staat. En ik ben er blij dat ik dan onderdeel daarvan ben. Als je debuteert wil je altijd scoren. Je hebt nog een poging gewaagd. Ja, er werd tegen me gezegd dat ik een stiftje moest doen. Maar ik kreeg die bal vrij. En er wordt tegen me altijd gezegd dat ik moet schieten, want dat doe ik een beetje te weinig. En je denkt van ja, misschien is je geluksdag en dan valt hij de kruising in. Hij ging 10 meter verderop, belandde hij tegen het hek. Nou, maakt niet zo uit. Dit was je debuut in de beker, je officiële debuut. Er komt nog een competitiedebuut. Nou, laten we het hopen natuurlijk. Hè. Ja, dat is afwachten. En momenteel, ik speel wedstrijden in Jong en soms in de A1. En ik moet gewoon zorgen dat ik steeds beter ga spelen. En natuurlijk is mijn doel om uiteindelijk daar te staan, ja. 18 jaar en al een debuut gemaakt in Ajax 1. Gefeliciteerd. Hartstikke bedankt, ja.